Tijdens werkzaamheden voor de aanleg van een zonnepark aan de Kevelaarsdijk bij Groeningen werd een zware vliegtuigbom ontdekt. De brisantbom van het type GP500 werd vrijdag gedemonteerd en daarna tot ontploffing gebracht. Aan één zijde is ook een aantal zandzakken gestapeld als beschermingswand. Mocht de bom per ongeluk exploderen, dan is de veiligheid toch gegarandeerd en hoeven de woningen niet ontruimd te worden. Nou, een Oekraïense, die had hij in huis genomen. Ja, dat is ook een simpele. De A73 en een waterleiding die 3 meter afstand van de bom waren, lagen binnen de vaarzone. Vandaar de verplaatsing. Dat is de mais daarvan. En die vent begint te trekken met die ketting. Lex doet zo. Lex mee de lucht in. En dan komt hij naar beneden gegleden. En schoonzimmel af te zoeken. Ik werd nooit meer. De bom moest 400 meter verplaatst worden. Daarom moest eerst de ontsteker verwijderd worden. De bom is vervoerd naar een tweede zandterp om daar veilig tot ontploffing gebracht te worden. Let me take a shoot, huh?